Ja, en ik ben maar gewoon mezelf. Ik doe mezelf niet anders voor dan ik werkelijk ben, dus dat maakt het misschien nog wel specialer dat mensen het zo leuk vinden. Nou, goedemorgen deze maandag. Het is net 5:30. Ik heb nog niet geslapen. Ik heb een dagje doorgeëdit. Ik was klaar en klaar wakker. Ik heb natuurlijk gisteren de Q&A opgenomen. En dan heb je het over bepaalde dingen. Natuurlijk over bedrijven en dergelijke. En dat gaat dan onbewust toch in je hoofd malen. Dus ik was klaar wakker. En dan kan ik naar mijn bed gaan. Maar dan ga ik draaien en doen. Dus dat had helemaal geen nut. En ik voelde eigenlijk net dat ik moe werd. Ik ga naar mijn bed, dus ik doe de tuindeur dicht. Want je hebt de hele nacht opengestaan, toch zalig. En ik zie in één keer die lucht. En ik denk, ik moet naar buiten. Ik moet het opnemen. Ik denk, weet je wat? Wij doen gelijk de vlog openen. Bij de zonsopkomst. En ik moet even... Ik ga jullie even uitzetten. Want ik ga even een fotootje maken. Het enige wat ik hier hoor zijn de vogeltjes en in de verte een vliegtuig. En 100.000 muggen die me proberen te prikken. Ik heb natuurlijk nog steeds hetzelfde aan als gisteren. Ik zie er nog steeds uit als een pipo. Ik denk, nou trek ik mijn jas aan, want ik niet eens aan hoeven doen. Het is een vochtige nacht geweest, het gras is nat, mijn voeten zijn nu ook nat. Oh, wat is dit een magisch moment. Heerlijk. Ik bouw eigenlijk dat ik niet vanuit de straat al gefilmd heb. Het was een heel heftig kleur. Het neemt nu al een beetje af, omdat er meer bewolking komt. Ja mensen, ik ben een buitenmens. En dit bewijst het wel hè. Want ook al had ik niet gevlogd, had ik ook gewoon naar buiten gegaan. Dat moet ik dan even aanschouwen. En wat is er nou lekkerder dan gewoon zo helemaal alleen in de rust van de ochtend. Nederland ontwaakt dadelijk. En ik ga een paar uurtjes slapen. Wel, dan weten jullie dus dat ik dus wat later vandaag weer tevoorschijn kom. Echt alles slaapt nog. En het is echt windstil. Kijk. Jullie zien het, het is helemaal windstil. Zoals een vis, denk ik. Druk onder water. Alsof iemand stenen staat te scheren. Ik ga dan nog makkelijk naar huis lopen. En dan kijk ik wel wat ik doe. Ik ga slapen of wakker blijven. Misschien dat ik beter wakker kan blijven. Dan ben ik gewoon vanavond weer moe. En dan slaap ik weer. Ja mensen, ik ben heel gek. Ik kan echt dagen zonder slaap als het moet. En als ik nu naar mijn bed ga, dan kom ik weer in mijn nachtdienstritme terecht. Zeg maar. Ik heb echt met geen mogelijkheid meer normaal op tijd naar mijn bed. Dus dan trekken we misschien dit nachtje gewoon wel even door. In ieder geval wel lekker op de ochtendwandeling meegenomen. Die hond is lekker wel uit geweest. Heerlijk. Een goed begin van deze week. En ik wens jullie natuurlijk allemaal een super fijne week. En een waanzinnige maandag. En die zwarte komt weer niet. Daar komt die. Op z'n dode gemakkie. Snuf, snuf, snuf. Alsof er nog niet genoeg buiten geweest. Kijk, nu hebben we die mooie lucht niet meer. Ben ik even blij dat ik naar buiten gegaan ben, dat ik dat gezien heb. Het is echt per minuut is die lucht echt anders. Maar genoeg. Hard. hoe lang we wakker te worden. Nou, opnieuw goedemorgen. Het is even over 11:30. Even een paar uurtjes geslapen. Ik zou net tegen Willem het al beter niet kunnen doen, want ik voel me nu overreden. Dat had ik niet toen ik gewoon heel de nacht niet geslapen had. Maar ja, ik zit lekker aan een bakje koffie. Het is hier inmiddels helemaal bewolkt. Dus ik ga zo meteen de kussens maar eens naar binnen gooien. Ze hebben natuurlijk voor vanmiddag regen opgegeven. Maar ik ga eerst mijn bakje koffie even lekker in de tuin opdrinken. Zo, is de bakkie op? Na de tweede keer wakker, misschien na de eerste keer wakker worden, maar halverwege de dag. We hebben comments beantwoorden. Er waren echt heel veel leuke reacties op een Q&A. Ik was daar best wel een beetje bang voor, want ja, je weet natuurlijk nooit. Kijk, op een gegeven moment heb ik wel een beetje door van wat voor publiek naar je vlogs kijkt. Maar ja, Q&A, dat zoekt natuurlijk weer op iets heel anders. Maar echt zulke lieve commentaren, dank jullie wel. Echt, jullie zijn kanjes. Echt geweldig. En ik ben maar gewoon mezelf. Ik doe mezelf niet anders voor dan ik werkelijk ben. Dus dat maakt het misschien nog wel specialer dat mensen het zo leuk vinden. Dus ja, ik ga nu aan de comments. En dan gaan we eens even kijken wat het weer doet. Het is echt bizar. De oven gaat gewoon echt aan als je in de zon zit. Je voelde het al, dat het zonnetje wel prikt. Zeg maar, het zonnetje niet echt lang kwam. Het was dan flink warm. Het komt die zon door. Jeetje, Mina. Vandaar dat ik maar even in de schaduw ben gaan zitten. Maar ja, dus we gaan het zien wat deze dag gaat brengen. Of het daadwerkelijk gaat regenen of niet. Dus we wachten maar gewoon af. Voorlopig zit ik nog even lekker in de tuin. Zullen we een eitje voor jezelf gebakken? We willen eens aan het relaxen. Dus, water! Hé hey joh, gek, je staat even gewoon een hap voor die plant. Oh. Nou, hij ving hem. Ik zit nu de comments te beantwoorden en de oven gaat, wat ik net al zei, echt aan in de zon. De schaduw is 25 graden. Oh, moet mijn laptop even weghalen. Dan komt de baas. Met zijn laptop. Potzouten. Dankjewel. Laptop, hoe zeggen ze dat? Vlog session? Laptop session. Wat zit jij te doen? YouTube filmpjes te kijken. Ja. En ik ben de comments aan het beantwoorden. Op zowel mijn Q&A als op mijn vlog van gisteren. Ik ben er niet naartoe gekomen. Ik zeg alleen dit. Ik word gewoon echt niet wakker. Maar ja, ik ga maar even verder. Schön. Wat doe je nou met die Chester? Oh, nee, oh. Chester, kom. Kom. Zo, klaar. Het is veel te warm. Ja, het is veel te warm. Zwaan, kleed aan. Nou, Sven komt net thuis. Die zegt van nou, het begint heel zachtjes met te regenen. Dus we gaan nu maar als sodemieter even de koekjes binnen. Question of the day is beantwoord. Een restjesdag, maar dan ga ik zo meteen even douchen. Aankleden. Ja jongens, ik weet het is laat, maar ja. Ik heb er ook een nachtje over geslagen. Dus ik vind dat ik al het recht heb om gewoon lekker lui te zijn vandaag. Ga ik even broodjes halen. Dan eten we bitterballenbrood. Lekker makkelijk. Zo, onderweg naar de supermarkt. Ik ben eigenlijk de hele dag als een dood vogeltje geweest. Al mijn comments beantwoord. Super leuke reacties op mijn Q&A gekregen. Ik ben zo blij mee. Ik vond het best wel een beetje eng. Verder heb ik ook zitten editen. Nou, vanavond is er nog weer livestream waar Barbara speelt. Wil ik ook even kijken. Moet ik eerst even mijn video afediten dat die klaar is. En als die staat te renderen dan ga ik pas inschakelen. Anders weet ik het wel weer. Dan laat ik hem weer staan. En dat vind ik gewoon zonde. Ik wil hem nu gewoon af hebben. Maar eerst de boodschappen en eten maken. Maar geen wijn. Ik ben ook vergeten mee te nemen. Oeh, goed. Ik heb gewoon moeilijk krijgen, maar ik heb boodschap. Brood. Brut. Op de eerste echte vakantiedag. Ja. Waar je baas je lastig valt. Ja. Oh, lekker hè? Nou, een zuurtje. Beetje zuurtje, ja. De ballen moet je er altijd één extra bakken. Ik heb er twee extra gebakken. Dus eentje extra bakken, pak maar openmaken. En dan weet je. Ja, geloof mij weer niet. Nou ja, als jij zegt, het is goed zijn. Ik zeg toch. Die maakt het warm buiten, dus heb je eens een beetje koude haak. Koude bite is niet zo erg. Deze zijn, heb je echt een koude bite? Hallo, wie is hier nou de chef? Nou, vorig jaar. Wie is hier nou de chef? En jij klaar over mijn werk, ik klaar over jouw werk. Standaard, daar heb ik veel voor. Bon appetit! Hier nog even afsluiting van de vlog. Nou, wat ik vanmiddag bij de auto zei, het is niet te hopen dat ik na 10 weer opleef. Ik heb vanavond zitten moderaten in de chat van. Ik was daarna gewoon weer klaar wakker, dus ik heb zitten editen. En ik heb net weer een video klaar. Nou, afgelopen nacht dus niet geslapen, vanochtend een paar uurtjes. Het is inmiddels weer 1:10. Het begint nu moe te worden, dus dat is een goed teken. Dus ik heb net chesten uitgelaten, de droger nog even leeg gehaald, zodat de werkleding van Jori fris en fruitig morgenochtend aangetrokken kan worden. De vaatwasser nog even aangezet, dus je hoort het, ik ben gewoon klaar en klaarbakker. Maar ja, ik begon net te geven, dus ik denk, hé, ik ga gelijk de camera pakken en de vlog afsluiten. En zo snel als mogelijk naar mijn mandje. Want ik moet hier even gebruik van maken. Ik vond het in ieder geval een heerlijke dag. Ik hoop dat jullie ook een fijne dag hebben gehad. Maar ik ga heel snel een einde maken aan deze dag. Dus ik zeg gewoon zoals altijd. Fijne morgen, fijne middag, fijne ochtend, fijne middag, fijne avond. Have fun, geniet en tot vlogs.